Yo, gamefans van Nederland en omstreken, welkom bij een gloednieuwe aflevering, oftewel de tweede aflevering van Carried Away. En ik heb geen idee of jullie dit leuk vinden of niet, aangezien ik een back-to-back met de vorige aflevering opneem. Reden daarvan heb ik in de vorige aflevering verteld, dus als je die niet hebt gezien, mag je even terugkijken. Maar, jullie denken waarschijnlijk, what the fuck, zet je facecam raar, zet hem in de hoek, autistische trekjes. Nee, dat zien jullie zo meteen als ik ga spelen. Ik heb eventjes wat aangepast, want de vorige keer ging dat niet helemaal goed. Want dan konden jullie bepaalde dingen niet zien. De vorige keer hebben we de tutorials al gedaan... We zijn nu in de Rookie Mountains. Oh my god, de woordgrappen zijn real. The Warning. Dat begint gelijk goed. Dat is eerste level. The Warning. Hallo? Mag ik? Oh, ik moet hem aanklikken. Oh, sorry. Oh, ik ben echt snot verkouden aan het raken. Wat is dit? Ik zit hier met een warme wintermuts op en dan word je verkouden. Oh, ik mag het nu echt daadwerkelijk zelf gaan doen, hè? Yep. Great. Zo. Gewoon een simpele lift, denk ik. Ik hoop niet dat ze het heel snel heel moeilijk gaan maken, want echt, dan is het een hele korte serie. Zo. Zo. Ali Ali Optum Free. Let's go! Oké, dude. Niet instorten. Nee, dit gaat niet instorten. Dit gaat hij prima houden. Toch? Gewoon het... Nee! Waarom stort het pleuris ding in? Ik snap nog steeds niet hoe ik dat kan voorkomen. Als jullie tips voor mij hebben hoe ik dat kan voorkomen... Please. Be my guest. Because it's annoying as fuck. Misschien dat dit werkt. Weet je dat hij hem dan recht trekt of zo? I don't know. Ik ben geen skiliftbouwer. Lukt dit? Het ziet er goed uit. Ik ben over budget heen, maar dat maakt me niet uit. Ik wil gewoon levels finishen, zeg maar. Ik ben geen completionist. Cool. Nice. Oké, we kunnen kiezen. Wat is het verschil tussen blauw en... Roll with it. Ik kies roll with it. Vind ik leuk. Vind ik leuk klinken. Waarom niet, hè? Oké, hier is een ster, but I don't care. Dit wordt vervelend. Dit wordt heel erg vervelend. Ik heb ook echt letterlijk alleen maar... Oh god, dit gaat zo fout aflopen. Mensen gaan van die fucking skilift afvallen, ik weet het nu al. Hoe kan ik dit stevig maken? And I don't give a shit about budget, I already said that. Zo. Oh, fuck, fuck. We gaan het zo stevig maken als fucking mogelijk is. I don't want any casualties. That's all. Dan geven ze maar wat meer geld uit. Hè? The board of directors. Met een fucking geld. Het zijn mensenlevens waar we het over hebben. Kom op, mensen. Zo. Nee. Zo. En dat moet denk ik wel hoog genoeg zijn voor de eerste toren. Is dit stevig? Gaan we eerst even kijken. Nee, dan moet je er wel touw overheen leggen, Jan. Is dit stevig? Dat gaan we eerst even kijken. Of er plekken zitten... Nou. You're kidding me, right? Ik red het met één fucking toren. Oké, fuck die ster. Dit is een achievement already. Fuck it. I don't give a shit. We hebben hem gehaald. Dat was roll with it. Nu green run. Green run. Die had ik niet verwacht dat ik hem met één toren zou halen. I don't give a shit. Mijn werken zijn zo stevig, zo robuust. Oh, robuust vind ik zo'n vies woord. Ik weet niet waarom, het klinkt zo vies. Terwijl het eigenlijk helemaal geen vies woord is, mijn gedachten maakten het vies. Dat is het hele probleem. Helemaal leuk, maar nu kan ik dit niet doen. Ik moet iets verder met deze. Zo, en dan zo, en dan zo, en dan zo. Zo. Oké, dit is een beetje de basis voor de toren, denk ik. Migosta. Oké, we gaan ietsjes deze kant op. Zo. Oké, ietsjes verder. Zo. Zodat ik hier een driehoek van kan maken. Want driehoeken, jongens. Driehoeken zijn de sterkste vormen in alles. Ik wou zeggen in de wetenschap. Maar het is niet echt wetenschap. Het is natuurkunde. Wat ook technisch gezien wetenschap is. I fucking know. Don't judge.
Oké, dit moet lukken, denk ik. Het is een behoorlijk minimalistische toren. Niet instorten. Niet doen. Niet doen. Niet doen. Niet doen. Niet instorten. Ik zie jou rood worden. Een aardig buisje. Goed zo. Fuck die ster. Ik snap het niet, want ze gaan daadwerkelijk door die ster heen. Maar ik krijg die fucking ster niet. Weet je? I don't give a shit. Als het spel oneerlijk wil zijn, mag het van mijn part oneerlijk zijn. Don't care. Oh, hier staan wat er groen is. Novice, intermediate, advanced, expert. Oké, cool. Play. That's cool. That's cool. Oké. Wat nu? This is a drag lift level. Oeh, nieuw level. Great for covering short distances without too many obstacles in the way. Skiers will let go if they are lifted off the ground. Make sure their skis are touching the snow at all times. Oké, cool. kan geregeld worden, denk ik. Denk ik. Met de nadruk op denk ik. Even kijken hoor. Hoe gaan we dit doen? Want dit zelf, zeg maar, werkt niet. Dus we moeten het naar beneden zien te trekken. En flink ook. Oké. Ik denk dat ik een idee heb. En ik weet niet of het gaat werken. Zoals een beetje met al mijn ideeën. But I think I have a solution. Even kijken hoor. Zo. En dan zo. Oké, dus dit werkt ook. Maar waarom kan ik hier niks zetten? Dat is het hele genaai daarvan. Oh, wacht. Ik heb een idee. We maken hem gewoon heel erg klein. Nee, die. We maken hem heel erg klein. Zo. En dan sleuren we hem er gewoon onderdoor. Kijk, zo. But this doesn't work. Dus moeten we hier een rampje doodle plaatsen. Denk ik. Dat is niet hoog genoeg. Wacht, mijn toren moet gewoon lager. Nog lager. Ja, Jan, nog lager. Zo. Zo. That's all we fucking need. Zo, en dan moeten we hier een rampje door plaatsen. Ik weet niet hoe fucking hoog die skiers zijn. Dat is het nadeel. Zo. Oké, als het goed is moet dit werken. Denk ik. Ik denk dat ik hem te laag heb gebouwd. Oké, we gaan kijken of dit werkt. Huh? Wie weet. Ik heb in ieder geval de ster, dus dat scheelt. Als dit werkt, jongens. Het werkt. Fuck yeah. Ingenuity up your asshole, bitches. Yeah, nice. Oh, ik hou van dit spel. Ik vind het leuk. Next level. Alpine Express. Oké. Let's go. Wat moeten we doen? Mensen moeten van daar naar daar. En hier een toren, daar een toren. Oké, dus het is een beetje straightforward. Oh, wacht. We hebben hier alle shit. Dat is handig. Wacht, ik ga gewoon, denk ik, torens bouwen, want ik denk... Wacht, logs. Kan ik daar ook gewoon, of moet dat echt met touw? Want ik heb een idee. Kijk, als ik dit doe, zeg maar... iets korter. Zet. Oké, we gaan gewoon met logs bouwen, weet je? We hebben al eerder gezegd dat budget ons geen... fucking raid uit gaat maken. Dus dan gaan we hem ook stevig maken ook, hè? Alles waar ik om geef is dat die mensjes veilig de fucking canyon overkomen. Hè? Dat is toch wel het belangrijkste. Ik bedoel, je kan geld maken in het leven en alles. Maar ja, weet je, dat heeft ook niet al te veel zin. Zo. En dan hier zo. Zo'n ding. Werkt dat? Wacht, misschien werkt dit met één toren. Ik denk het niet. Nee. Nope. En als ik nou hem gewoon hier wat sterker maak.
Ik ga het weer proberen met één toren te doen. Ik vind dat leuk. Ik vind dat op een of andere manier vind ik dat leuk. Kijk, en als ik hem dan hier zeg maar zo verbind. Werkt dat? Nope. Misschien omdat ik het fucking touwtje daaromheen moet doen. Hè? Nope, 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 nope. That is not a good. Ik moet hem op een of andere manier, denk ik, hier dan meer versterken. Als ik dat nou doe. Zo. En dan zo. En die zo. Is hij dan misschien een heel stuk sterker? Want zoals ze al zeiden, touw is goed voor het trekgewicht. En dat is goed. Nou, waarom haalt het daar geen gewicht vanaf? Technisch gezien, volgens de wetten van de natuur, zou dit moeten lukken. Maar nee. Oké, wacht. We gaan hem verstevigen met plankjes. Misschien werkt dat. Zo. Ah, waarom werkt dit niet? Oh shit, dat was niet de bedoeling. Come on, werk nou eens mee. Nee, natuurlijk niet, hè. Ik vraag me af of het gewicht van de lok, zeg maar, ook invloed heeft. Waarom komt er zoveel kracht te staan op dit middelste ding? Waarom? Oké, we gaan all over starten, want dit is irritant aan het worden nu. Oké, ik moet duidelijk beginnen met locks. Nee, weg ermee. Clear al, want deze afstand is al gewoon te groot, weet je? Oké, eens even kijken hoor. Zo. Misschien dat dit werkt. Gewoon straightforward all the fucking way. Waarom de fuck niet? Oké, dat werkt. Maar we moeten een tweede toren bouwen vanwege deze boom. Maar dat is geen probleem. Want nu weten we in ieder geval dat het werkt. Inderdaad. En dit is fucking kloten. Want dit werkt daarentegen dus weer niet. Fuck. Misschien dat dit werkt. Ik weet het. Ik ben echt duizenden fucking euro's over mijn budget heen. Zie je mijn carrot? Nee. I know. Ik moet geld verdienen. I don't give a shit. Dat zoeken we later wel een keertje uit. Zo. Dit zou technisch gezien wel kunnen moeten lukken werken. Toch? Ik ga het gewoon proberen. Let's go. Please don't crash fucking down. Dit ziet er goed uit. Ik heb zelfs een ster te pakken. Ja, yeah, bitches, ik ga me gewoon redden. Hè? We zijn ruim 1600 euro over budget heen gegaan. Maar dat vinden ze maar oké in de budgetwijziging. I don't give a shit. Oké, succes. Next level. Cool, als we zo doorgaan, dan gaan we hier nog aardig snel doorheen. Want er zijn een hoop levels gelokt, zie ik. Ja, oké, cool. Let's go. Next level. Nice. Ik hou van dit soort spellen. Ik vind dit gewoon grappig. Ik zat er trouwens ook aan te denken om Turmoil te gaan spelen. Ik weet, het is een ouder spelletje. Maar het lijkt me een leuk spelletje en ik heb het nog niet gespeeld. Ik moet skiën? Wat moet ik doen dan? Oh, ik moet een rampy doodle maken. Oeh. Een fixe rampy doodle. Nee, niet zo fix. Zo. Hier nog een paar driehoekjes. We maken het lekker stevig vandaag. Werkt dit? I don't know. We gaan het wel zien, hè. Oh ja, ik moet deze gast besturen. Ah! Ging ik nou achterstevoren? This dude's cool. Oké, next. Hey, ik heb het daadwerkelijk binnen budget gehaald. Dat gebeurt niet vaak. Ik heb het zwaar binnen budget gehaald. Ja, yeah, yay for me. Ik heb eens een keer geld bespaard. Oké, cool. Back to front. I don't know, klinkt heel vies. Oké, ik moet nu... Oh, ik moet vanaf deze kant het nu doen. GG. Ik kan alleen maar plankjes gebruiken. Fijn. Oké, dit is het geraamte en dan gaan we nu proberen om zoveel mogelijk te verstevigen. Wat natuurlijk niet lukt. Zo. 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 Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. I don't give a shit. Als het maar werkt, hè?
If it works, it ain't stupid. Zo. So, even kijken. Zit ik nog binnen budget? Ik zit nog binnen budget. Geef nou de plugs. Even kijken of dit werkt hoor. Ik heb werkelijk geen idee. Oké, let's go. Dit gaat niet werken. Te veel spanning. Oeh. Ah shit. Pokkensteen. Oké, ik moet dus zeg maar hier... Nee, niet die. Ik moet hier wat hoger. Gaan we gewoon heel simpel proberen te doen. Door dit te doen. Zo. Gaan we overheen. Als het goed is, moet men dit net genoeg licht geven. Nee. Oké, er ging even wat mis met het spel. Maar ik ben er weer terug in, gelukkig. Dus, ah, fucking, nu zit mijn koptelefoon vervelend. Ik weet niet eens meer wat we aan het doen waren. Ja, we moesten hier langs. Even kijken, dan pakken we... Nee, ga er langs! Zo. Wacht, ik denk... Dat ik hier... Fuck, natuurlijk werkt dat weer niet, hè? Of we doen dat, dat werkt ook. Cool. Play, I guess? Oh, hier heb ik mijn twijfels over. Oeh, hier heb ik mijn twijfels over. Fuck die ster. Oh, maak het. Haal het, haal het. Ik heb het al. Nice. Oké. Cool. Hoeveel levels hebben we nog? Ja, dat gaan we niet meer redden. Weet je, ik ga het hier gewoon bij laten, beste gamefans. Vinden jullie het leuk nogmaals? Dan ga ik hier gewoon lekker mee door. Vinden jullie het niet leuk? Dan was dit waarschijnlijk de laatste aflevering. Maar dat zien we vanzelf hoe dat loopt en geld en zeld. Hebben jullie nog tips voor me? Vinden jullie bijvoorbeeld ook leuk als ik dingen als Polybridge en hoe heet dat andere spel? Turmoil, dit soort spellen ga spelen. Laat het vooral eventjes weten in de reacties. Voor nu ga ik het hier belaten. Nogmaals, dinsdag komt Bendy en de Ink Machine chapter 3. Dus wees gereed daarvoor. Dat wordt fucking awesome. Voor nu ga ik het hier dus belaten. Dus beste gamefans. Vond je het een leuke video? Knal dan even een like achter op deze video. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Doe dan even op de rode knop onder het filmpje te klikken. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende aflevering. Hier op Cortex Gaming. Misschien van Carry the Way. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Misschien van iets anders. In ieder geval sowieso met Bendy en Ink Machine 3. Maar dat zien we allemaal dan wel. Dus beste gamefans, zoals altijd. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Mazzel!